Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op dit moment zie je de situatie in Europa met veel bewolking op diverse plaatsen. Maar we gaan eerst naar Mexico, want daar wordt het bijzonder slecht weer. Daar ligt orkaan Patricia voor de kust van Zuidwest-Mexico en het is een, een zeer gemene orkaan. 325 km per uur is de windsnelheid maar liefst. En dat klinkt heel veel, maar het is ook echt heel bijzonder veel. Slechts twee keer eerder hebben we een zwaardere orkaan gehad op de aarde. Uh, allebei trouwens in 1961 in de buurt van Japan. 325 km per uur, daar wil je niet bij in de buurt zitten. Die orkaan die gaat geleidelijk zo trekken en gaat denk ik voor hele grote problemen zorgen in het uh, zuidwesten van Mexico. In het weekend trekt hij dan verder, neemt hij snel af boven land in kracht en dan trekt hij uiteindelijk via het zuiden van Texas, uh, verder Amerika in, en daardoor kan de Formule 1 race, zowel op zaterdag als op zondag, ook te maken krijgen met flink wat regenval. Dat was Mexico, dan gaan we naar Nederland. Nou, daar hadden we vandaag te maken met wolkenvelden, maar vooral in de oostelijke provincies, beter gezegd in het noordoosten en oosten, daar scheen ook van tijd tot tijd de zon. In het zuidwesten was de bewolking dik. En die nam alleen nog maar verder toe. En zoals je ziet, zit er ook heel veel bewolking in de aanvoerrichting. Dus heel veel opklaringen hoeven we voorlopig niet te verwachten. Kijken we naar de grote weerkaart, dan zien we een hoge drukgebied wat boven Frankrijk ligt. En dat gaat langzaam verder naar het oosten trekken. En verder een lage drukgebied in de buurt van IJsland. En dat brengt een regengebied onze kant op. Dat regengebied ligt vanmiddag nog ten westen van Ierland. Maar als ik de bom beweging zet, dan zien we het langzaam dichterbij komen. En in de loop van zaterdag bereikt ons dat. Waarschijnlijk pas zaterdagavond, dus een groot deel van de zaterdag verloopt gewoon droog. Dit is de situatie zaterdagavond. Nou, dan zien we het dus tegen de kust aan liggen. En daarna trekt het langzaam verder oostwaarts. En let op: heel belangrijk, we zien het blauwe zeewater verschijnen op zondagochtend. Oftewel, zondag gaat dan ook de zon doorbreken. Komt ook een nieuw hoge drukgebied aan? Trekt vooral weer over Frankrijk. Maar laat ook bij ons de luchtdruk flink toenemen. En na het weekend zorgt dat hoge drukgebied voor leuke dingen. Want met de situatie boven. Centraal Europa gaat er een stroming van zachte lucht ontstaan, waardoor het dinsdag misschien zelfs 18 graden wordt in sommige delen van het land. Goed, het is allemaal nog ver weg. Eerst maar even vanavond. Heel misschien een spatje motregen uit de bewolking, maar op de meeste plaatsen rustig en droog weer. Temperaturen halverwege de avond 11 graden. Komende nacht onder het wolkendek wordt het niet heel veel kouder: 9 à 10 graden. De wind blijft zwakjes uit het zuiden waaien. En ook morgen overdag dus veel bewolking. Heel misschien wat zonneschijn, maar de bewolking heeft de overhand. En de regendruppels, die komen dus pas in de avonduren. Temperaturen 13 graden, in Limburg 15 graden. En als die regen ons langzaam nadert in de middag, dan begint ook de wind in kracht toe te nemen. Azena windkracht 5. Nou, zoals gezegd, in de nacht van zaterdag op zondag trekt de regen over het land. En zondag overdag en maandag en dinsdag blijft het waarschijnlijk op alle dagen droog. Van tijd tot tijd ook zon erbij, dus het wordt allemaal wat, wat vriendelijker, wat helderder buiten. En de temperaturen gaan vanaf dinsdag dus ook omhoog. Dinsdag 14 tot 17 graden en misschien lokaal dus 18 graden. Nou, dat zwakke piekje zien we ook hier terug in de 15-daagse. Op woensdag kan het ook nog meer dan 15 graden worden. Daarna lijkt de temperatuur toch langzaam weer wat te dalen. Maar slecht weer, onstuimig herfstweer, dat zit er voorlopig niet in. Daarvoor moeten we dus naar Mexico en dat zullen we denk ik uh, in het nieuws wel zien later in dit weekend. Ik wens u een goed weekend. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl